hebben hier een tentoonstelling ter gelegenheid van het 100ste geboortejaar van Jan Freeks van der Bij. Jan Freeks van der Bij was een Drachtster kunstenaar. Hij is in Dracht, of in ieder geval in Smallingerland, geboren. En hij heeft ook een groot deel van zijn leven hier gewoond. Dus ja, wij vinden dat ze het predicaat Drachtster wel kunnen noemen. En dat is altijd leuk om een tentoonstelling te hebben van iemand die hier uit de regio afkomstig is. Als stichting Jan Freeks van der Bij gaan wij vanwege dit jubileum hier gaan wij het initiatief nemen om bij verschillende partijen acties te doen. De expositie is al neemd, dat gaan we in Goerdhoel is en hele noffelijke geerwerking bij het museum oppakt, met Annemieke vooral. En daarnaast is er een prachtig boek opzetten. Dat is een boek van prachtig formaat, een prachtig omslag. Er staan meer dan 100 grote foto's in, zeg maar, van allerhande werk. Het bijzondere is dat het hele verskaat van ons heid, dus net alleen zijn kleurige olieverven, maar ook een prachtige houtskooltekening, boekillustraties, boekomslagen, houtfietjes, mozaïeken. Het hele verskaat staat hier uitdrukkelijk in. Maar je kunt ook buiten het museum, kun je hem ook ontdekken? Ja, er is een mozaïektour uitgezet. Wij waren onder de indruk toen wij het oeuvre van Jan Freeks van der Bij gingen onderzoeken voor de tentoonstelling. Waar het met name zijn mozaïeken waar mijn belangstelling voor groeide. Hij heeft heel veel kunst in de openbare ruimte gemaakt, met name in de eind jaren 50, jaren 60. En van die mozaïekwerken die dus zijn aangebracht op openbare gebouwen, zoals scholen bijvoorbeeld, kerken, zijn er nog een flink aantal over. En weer een selectie daaruit, ik meen uit mijn bloot hoofd 7 mozaïeken, zijn bij elkaar gebracht in een folder op een kaartje. En dan kan je zien aan de hand van het kaartje waar die mozaïeken zich bevinden. En er is een QR-code die je dan kan gebruiken, waarin meer informatie over dat betreffende mozaïek verspreid wordt. En even aanvullen, dat is onder begeleiding van Museum Drachten uitviert door stagiaire van de Friese Poort. Dat is ook een prachtig stukje, want uw heid had ik hier een les doen, dus het is een prachtige aanwinst.